We kunnen van start volgens mij. Welkom allemaal bij onze sessie over lessons learned bij het bouwen van een IoT bike sharing platform. Er staat op de eerste slide staat Mobilock. En dat klopt ook omdat dat de klant is waarvoor we dit systeem realiseren. We zijn zelf van InfoSupport. Ik ben Raymond Broekman, architect bij InfoSupport. En dat is Bas de Kort, developer bij InfoSupport. En nou, hier zit ook nog Arnoud in het publiek, ook een van de developers op ons team. Dus we zijn eigenlijk het afgelopen jaar aardig druk geweest met het realiseren van dit platform. Nou, we zijn er natuurlijk allerlei interessante uitdagingen bij tegengekomen. En die willen we vandaag graag met jullie delen. Ja, jullie hebben al een beetje gezien de filmpjes op de achtergrond. En vraag je misschien af van wat gebeurt daar allemaal. Wat je ziet is dat als je zo'n slot wil maken, hè, dan moet zo'n slot natuurlijk elektronisch gezien veilig zijn. Want het is niet handig als zo'n slot zomaar open gaat. Hè, dat willen we ook niet met een slot met een gewoon sleuteltje. En dat betekent dus dat je zo'n slot ook kunt laten certificeren. En dit slot is gecertificeerd met de zogenaamde ART4 certificering. Wat eigenlijk betekent dat die dusdanig breekvast is. Dat het ook geschikt is om bijvoorbeeld motoren mee te beveiligen. En dat is weer een belangrijke factor voor de verzekering. Want vooral als je tegenwoordig kijkt naar dingen als e-bikes en dergelijke, die zijn toch best wel prijzig. En op het moment dat jij een fietsenverhuurder bent en je wil graag een beetje kostenefficiënt bezig zijn, dan wil je die dingen natuurlijk graag ook verzekerd hebben. Ja, en als dan een fiets gestolen wordt, dat je ook nog wat geld terugkrijgt. En dat vereist dus dan minimaal zo'n ART4 certificering. In ieder geval wil je een beetje een fatsoenlijke premie krijgen. Dus de hardware kant, zeg maar, die wordt daarin gecertificeerd, maar ook de softwarematige kant natuurlijk. Ze gaan ook wel een beetje kijken of ze daarop kunnen inbreken en de boel kunnen hacken. Maar er worden ook allerlei interessante tests gedaan, zoals je hier in het midden ziet, door dat ding in een stofbad te plaatsen. Te kijken of die dan nog functioneert en niet dat als er veel regen op is gekomen of wat dan ook, dat het dan allemaal een beetje ophoudt. Want ja, het is toch allemaal elektronica en dan is het altijd natuurlijk een uitdaging van, dat werkt de eerste keer, dat werkt fantastisch binnen en nu staat het ding een half jaar buiten en doet hij het dan nog. Dus daar hebben ze gelukkig certificeringsinstituten voor. Die zijn daar flink mee bezig geweest. Nou, we hebben zelf die hardware niet gemaakt, dat is weer een andere partij. Dus het is eigenlijk in drie stukken verdeeld. Er is een hardwarepartij, er is een firmwarepartij en er is een partij die zich bezighoudt met de apps en het softwareplatform. En dat is het gedeelte wat InfoSupport eigenlijk realiseert. Nou, wat willen we doen met jullie? Eigenlijk even een stukje introductie over hoe de oplossing eigenlijk in elkaar zit en hoe we dat platform hebben vormgegeven. We willen ingaan op een aantal elementen rondom continuous deployment. Hoe kun je dat ook uitvoeren met een project waar ook een hardware element in zit. En vervolgens gaan we in op een aantal extra uitdagingen eigenlijk die je erbij krijgt op het moment dat je dus in één keer een fysiek device in je project hebt. We zijn natuurlijk allemaal gewend softwareoplossingen te bouwen en dan kunnen we lekker alles makkelijk wegmokken en op allerlei manieren zelf het gedrag bepalen. Ja, op het moment dat er zo'n hardware element in zit en protocollen zoals Bluetooth in dit geval, dan wordt het toch een ander verhaal en moet je daar anders mee omgaan. Nou, als we kijken naar de hele bike sharing business, zeg maar, dan zie je dat dat momenteel redelijk hot is. Links en rechts in allerlei steden poppen inmiddels initiatieven op, waarbij er wordt gezegd van ja, laten we toch eens wat efficiënter van onze resources gebruik maken. Denk ook vooral aan het last mile probleem, zoals dat dan heet. Je wil met het openbaar vervoer ergens naartoe. En ja, dat ervaar ik zelf ook altijd als consultant. Ik kijk nog wel eens van, kan ik daar nou ook snel met de trein komen? En mijn ervaring is dat het over het algemeen niet kan. En waarom niet? Omdat je toch weer ergens op een bus moet wachten en dan sluit het weer niet aan. Heb je de bus gemist, ben je weer 20 minuten verder. Nou ja, doffe ellende alom. Dus hoe handig zou het niet zijn als je ergens de trein uitstapt, een fiets kunt pakken en verder kunt. Nou, dat concept bestaat natuurlijk al, dat heet OV-fiets. Alleen zo'n OV-fiets heeft wel één belangrijke uitdaging. En dat is dat er nog best wel wat infrastructuur voor nodig is. Zo'n OV-fiets die staat in een beveiligd hok. Daar zit een deur in met pincodes en allerlei omgevingsdingen die eigenlijk geregeld moeten zijn. Dus op het moment dat jij als NS besluit dat je ergens wel een OV-fietslocatie wil maken,
Ja, dan moet je best een hoop dingen doen. Je moet ergens echt gaan bouwen, je moet daar iets gaan neerzetten. Want de beveiliging zit niet zozeer in de fiets zelf, maar de beveiliging zit meer in de locatie. Hier vooraan is in principe nog wel plek hoor, dus geen probleem. Dus dat brengt best wel veel met zich mee. Het concept hierachter is juist van als we nou die fiets slim maken en dat slot slim maken, dan hebben we niet al die infrastructuur van zo'n hele locatie nodig. Dan kunnen we eigenlijk gewoon zelf bepalen waar we vinden waar een fiets opgehaald en ingeleverd mag worden, zonder dat we daar een echte fysieke infrastructuur voor nodig hebben. Dat leidt dan vervolgens ook weer tot allerlei uitdagingen en problemen. Want in Amsterdam, ik weet niet wie komt hier uit Amsterdam of werkt vaak in Amsterdam. Nou, een paar mensen. Die hebben misschien in het straatbeeld ook wel stapels aan fietsen gezien. Van Flickbike bijvoorbeeld. En die hebben heel sterk het concept van, nou weet je, we gooien zoveel mogelijk fietsen de straat op. En dan heb je altijd wel ergens een plek waar een fiets te vinden is. En je kunt het ding van slot zetten, je gaat ermee aan de slag, hoera. Alleen één nadeel is dan dat op het moment dat je met die fiets ergens naartoe gaat en je zet die fiets daar op slot, ja, dan is die in principe ook weer beschikbaar voor anderen om mee te nemen. Want dat, ja, dat is bike sharing natuurlijk. En dat is aan de ene kant heel mooi, maar aan de andere kant wil je dan ook wel graag de garantie hebben dat je een fiets hebt om weer mee te kunnen nemen. Dus dat is in dit concept op een andere manier aangepakt. Hier is het echt het idee dat je een fiets kunt boeken en dat jij dan voor een x-periode ook het recht hebt om die fiets te gebruiken. En tijdens die gebruiksperiode mag je hem zelf net zo vaak op slot en van slot zetten als je maar wil. Dus wel echt een andere benadering als een aantal van de andere concurrerende systemen. Dan is het nog steeds wel zo dat die fietsen overal rondslingeren, zal ik maar zeggen. En als die op een gegeven moment niet meer gebruikt worden of echt blijven staan, ja, dan is zo'n gemeente er natuurlijk ook klaar mee en die gaat het opruimen. Dus daarom is hier ook gekozen om eigenlijk te zeggen van, nou, die fietsen die zijn niet in dit geval van Mobilox zelf, maar we maken eigenlijk een open platform waar elk bedrijf wat maar met een fietsdeeloplossing aan de gang wil gaan, of ze dat nou voor hun eigen bedrijf willen doen, op de een of andere manier voor een gemeente of in wat voor omgeving dan ook. Iedereen kan eigenlijk met zijn eigen fietsen komen, een soort bring your own bike, kan zelf op dat platform inpluggen. Krijgt gewoon een aantal sloten, die monteer je op je fiets en vanaf dat moment ben je eigenlijk good to go met jouw bikesharing oplossing. En dat betekent ook dat je altijd een partij hebt die zich verantwoordelijk voelt voor die fietsen en dat daar dus ook een stukje beheer geregeld is. En dan is het ook weer makkelijker om dingen met zo'n gemeente geregeld te krijgen. Ik dacht dat er een timer ging lopen, maar niet. Wat voor soort dingen hebben wij dan inmiddels al gedaan? Het grappige is, we hebben dit platform ontwikkeld en inmiddels is het in pilotfase voor een aantal klanten. Een van de klanten zijn wij zelf als InfoSupport. Dus daarom hebben we ook een InfoSupport fiets met dit smart lock op de stand staan. Wat doen wij namelijk? We hebben gezegd van ja, veel mensen die bij ons komen, zeker als het bijvoorbeeld afstudeerders zijn of sollicitanten, die hebben misschien geen beschikking over een auto. Ons kantoor is niet direct naast het station, dus een stukje lopen anders of we moeten iets met een taxi doen. Dus we hebben gezegd, we zetten daar gewoon een aantal van deze fietsen neer. En op het moment dat het interessant is, kunnen we gewoon een digitale sleutel eigenlijk uitdelen. En iemand kan op die manier naar ons gebouw komen en ook tussen de gebouwen heen en weer gaan. Dus op die manier kun je ook weer bijdragen aan een stukje duurzaamheid, wat natuurlijk tegenwoordig ook steeds belangrijk wordt gevonden. Nou, zo ook een bedrijf voor velen misschien wel bekend, Synthes. Die is ook met een soortgelijk concept bezig en dat is eigenlijk een van de pilotklanten die hiermee aan de slag gaat. En daarnaast in Duitsland een partij Natuurstroom, dat ook een groene stroombedrijf is. En die hebben eigenlijk dit in Keulen draaien op een 20-tal locaties waar overal een aantal fietsen staan. Met als idee dat als jij dan boodschappen wil gaan doen in de binnenstad, dat je eigenlijk niet met een auto of zo daar naartoe moet, maar dat je gewoon kunt doen wat je wil. En op het moment dat het interessant is, zeg je van nou weet je, ik heb best een hoop boodschappen. Ik huur zo'n bakfiets en ik neem die spullen mee en ik breng ze gewoon even naar huis. Of bijvoorbeeld leveranciers die iets kwijt moeten in de stad. Die kunnen hun wagen aan de rand van de stad parkeren en vervolgens met die fiets de stad ingaan. En ja, omdat er dan altijd wel een fiets beschikbaar is, heb je op die manier de mogelijkheid om veel groener eigenlijk te werken. Dus dat is een beetje het concept. Wat ik al zei, het is echt een platformoplossing. Dus in tegenstelling van
wat andere partijen doen, die echt zeggen van nou, hier heb je een fiets en een slot en een app en een back-office systeem en het is allemaal één groot geïntegreerd systeem, hebben wij eigenlijk veel meer gekozen voor een microservice benadering, waarin we zeggen van we hebben allemaal losse elementen en uiteindelijk kan de tenant zelf kiezen waar die wel en niet gebruik van maakt. De core van het platform is dat je een recht kunt krijgen om die fiets van slot te zetten, dat je een bepaalde gebruiksduur kunt aangeven, dat wij ervoor zorgen dat die capaciteit netjes gemanaged wordt, hè, dat we niet fietsen dubbel uitgeven, of dat we op een gegeven moment mensen fietsen beloven terwijl er op die locatie geen fietsen beschikbaar zijn. Nou, daar moet je nog best wel wat dingetjes voor doen. Zeker ook omdat fietsen bijvoorbeeld in onderhoud kunnen zijn, en dan staan ze misschien wel op die plek, maar mag je ze toch niet meenemen. Nou ja, er zitten stiekem toch nog best wel wat business rules achter. Maar de tenant kan eigenlijk zelf zijn eigen systemen erop aansluiten. Dus als de partij die met de fiets aan de slag wil zegt van nou weet je, ik heb al een CRM-systeem en ik heb al een manier om betalingen te doen, dan kunnen we dat gewoon allemaal inpluggen op onze API's in plaats van ja, dat het weer een extra gesloten systeem ernaast is. Nou, in eerste instantie zien we nu dat we vooral met ja, bedrijfsoplossingen aan de slag zijn. Hè, zoals bijvoorbeeld ook een infosupport. Maar ook andere bedrijven die zeggen van ja, ik wil eigenlijk gewoon fietsen tussen mijn locatie hebben. Of vanaf openbaar vervoerslocaties naar mijn kantoren. En dat kun je dan heel mooi integreren met ja, de systemen die de bedrijven al hebben. Nou ja, goed, en daarnaast, ja, de mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Het is maar net wat de tenant ermee wil doen. Uiteindelijk, heel simpel gezegd, je hebt een slot. Nou, dit is hem in de praktijk. Behoorlijk stevig slot. Je kunt hem zo meteen ook wel even voelen. Dat is wel echt 1,5 kilo of zo. Dat is vanwege die ART4 certificering. Maar het leuke van dit slot is dat hij helemaal autonoom functioneert. Dus ja, je ziet ook verder geen aansluitingen voor stekkers of zo. Want je zou misschien denken van ja, moet ik die batterij niet elke dag opladen, net zoals bij mijn telefoon. Dat is niet zo. Hier zit een accu in die in principe berekend is om 3 jaar mee te gaan. En dat betekent dat je dus een 6000-tal keer de boel van slot kunt zetten. En dan is het wel een keer tijd om de batterij te vervangen. Maar dat kunnen wij dan weer in het platform uitlezen. Zodat we ook tijdig naar die locatie kunnen gaan om ervoor te zorgen dat gebruikers in ieder geval niet met een lege batterij worden geconfronteerd. Dus dat was eigenlijk een beetje voor deze sheet bedoeld. Namelijk dat het eigenlijk niet uitmaakt welke fiets je hebt of wat voor type. Het slot is zodanig geconstrueerd dat hij eigenlijk op elk standaard type fiets gewoon past. Dus ook al zeg je van nou, we hebben bij ons bedrijf al 20-tal fietsen staan. En dat is een deelsysteem, alleen we hebben altijd last dat iemand anders de fiets meeneemt en ik heb geen fiets meer. Nou, dan zou je simpelweg door dit toe te voegen in ieder geval dat veel beter kunnen managen. En zorgen dat je ook gegarandeerd bent van een fiets om weer terug te komen waar je vandaan kwam. Nou, hoe werkt het dan? Ja, niet heel verrassend. We hebben een app. Tegenwoordig hebben we overal een app voor, dus ook hiervoor. Met die app moet je een zogenaamde claim maken. En een claim, dat is eigenlijk dat jij aanvraagt om een fiets van een bepaald type te mogen gebruiken. En vervolgens krijg jij van de API daar het recht toe terug. En vervolgens switchen we over in de huidige situatie nog in productie naar een tweede app. We hebben namelijk een aparte app voor de reserveringenkant en een aparte app voor puur het van slot zetten, zeg maar. Dat zal ik zo meteen nog even uitleggen waarom dat is. Je gaat naar die andere app om de boel te unlocken. En die andere app zet eigenlijk via Bluetooth Low Energy communicatie op met het slot. Zorgt ervoor dat op een veilige manier die sleutel wordt uitgewisseld. Dat die op het slot wordt gepast. En uiteindelijk, als dat allemaal klopt en je hebt de juiste rechten, dan gaat dat slot natuurlijk gewoon netjes open. Ja, en kun je gaan fietsen. Dus we sturen eigenlijk commando's naar het slot toe. En het slot heeft dan weer een mechanisme om slotstatussen naar ons terug te communiceren. Hoe dat precies gaat, komen we straks nog ietsjes verder op terug. En uiteindelijk, als je dan klaar bent en je hebt de boel geunlocked, dan zal de app dat constateren. Die zegt, oh, het slot is open. En die gaat ervoor zorgen dat hij ook naar het platform meldt van dit slot is nou in bezit van Pietje. En hij is gekoppeld aan deze persoon. Dus vanaf dat moment weten we wie is er met die fiets onderweg. En mocht die fiets op magische wijze verdwijnen, dan weten we in ieder geval bij welke persoon we moeten zijn die de fiets als laatste heeft gezien. Dat is in ieder geval het meest minimale wat je kunt doen.
Nou, dan gaan we de hele dag fietsen, gaan we allemaal leuke dingen doen. En op enig moment moeten we natuurlijk ook de fiets weer terugbrengen. En dat betekent dat we eigenlijk weer tegen de API kunnen zeggen van retourneer deze asset maar. En daar komt ook nog wel wat een en ander bij kijken, want we willen eigenlijk niet dat die fiets zomaar ergens achtergelaten kan worden. We hebben gedefinieerde locaties waar je fietsen mag ophalen en waar je ze mag achterlaten. Dat zijn dan wel virtuele locaties. En die zijn eigenlijk gewoon gebaseerd op een GPS-positie. Dus een GPS-positie met een cirkeltje eromheen. En als jij jou met die telefoon binnen die cirkel bevindt, dan is het toegestaan om de fiets weer achter te laten. Zo simpel is het eigenlijk. En op dit moment is het dus nog zo dat de app er altijd tussen zit en dat de app eigenlijk als communicatiemiddel werkt tussen het slot en het platform. Er is een nieuwe versie van het slot voorzien. Dat is nog wel ietsjes verder op de roadmap, maar waarbij het slot ook zelf met LoRa directe communicatie zou kunnen opzetten. Want dan ben je ook weer wat minder afhankelijk van wat er allemaal in het midden gebeurt en of iemand daar misschien security technisch grappen aan het uithalen is. Maar op dit moment nog geen LoRa dus. Nou, als dan de retourneeractie klaar is, dan gaat onze Unlock app ook weer terug, zeg maar, naar de verhuur app. En ben je weer terug waar je gebleven was. En wat er ondertussen gebeurt, is dat eigenlijk alle acties die op het platform gebeuren, die worden ook via een webhookmechanisme gepubliceerd naar geïnteresseerde partijen. En vaak is dat de tenant. Dus op het moment dat er een claim gemaakt wordt, dan rapporteren wij van, hey, Pietje heeft die claim gemaakt. Op het moment dat hij een fiets in gebruik heeft, dan rapporteren we dat. Zodat als de tenant dat wil, die eigenlijk zelf precies kan volgen van welke fietsen zijn er op welk moment in gebruik, wie heeft dat gedaan. Maar dat hij ook diezelfde administratie kan gebruiken om op een gegeven moment op de een of andere manier kosten te gaan verrekenen. Want ja, de tenant mag het zelf bepalen. Dus bij meer bedrijfsgerichte tenants zal het misschien het verbruik gratis zijn. Of wordt het misschien automatisch ingehouden van je loon. Maar net hoe je werkgever dat dan wil organiseren. En wij leveren eigenlijk alleen maar de informatie aan. Pietje heeft daar de fiets opgehaald. Zo en zo laat. Heeft hem tussentijds daar en daar en daar nog eens een keer van slot gezet. En uiteindelijk is die daar en daar ingeleverd. Zo en zo laat. Dus dat is de gebruiksperiode. En klaar. Dus in die zin een heel open platform. Waarbij die tenant eigenlijk overal over geïnformeerd kan worden. En ook andersom hebben we natuurlijk API's waar zo'n tenant op kan aanhaken. Bijvoorbeeld om nieuwe klanten op het platform aan te maken. Maar ook om bijvoorbeeld te zeggen van ja, ik wil nu eigenlijk wel graag deze fiets in onderhoud nemen. Dus ik wil niet meer dat die verhuurd wordt. En dan zetten wij daar een vlaggetje op. Dat we weten dat die fiets niet meer verhuurd mag worden. De capaciteit gaat naar beneden. En op die manier weet je ook zeker dat als jij als onderhoudsmonteur zeg maar, bij zo'n station terechtkomt, dat je in ieder geval niet geconfronteerd wordt met de situatie dat de fiets net is weggekaapt door iemand anders. Nou, kijk, als zo'n fiets een lekke band heeft of zo, dan zal dat niet gebeuren. Maar misschien wil je gewoon onderhoud doen omdat hij een x-aantal kilometers heeft gemaakt. Nou, ook dat kun je natuurlijk weer uit het platform achterhalen. Hè, want je weet precies op welke momenten zeg maar, dat slot van slot is gehaald. En doordat we de GPS-posities ook elke keer weten, kun je ook inschattingen doen over hoeveel kilometers heeft dat ding inmiddels gemaakt, hoe vaak is die gebruikt. En daar ook je onderhoudscyclus op baseren. Nou, en tenslotte, waarom er dus twee apps zijn, is dat we zelfs zo ver willen gaan als dat we zeggen van ja, een tenant kan ook zijn eigen app maken. Kan zelf zijn hele reserveringenverhaal regelen als hij dat wil en gewoon via API's ons aanroepen. En als hij dan uiteindelijk maar doorlinkt naar onze Unlock-app, ja, dan kunnen we daar het mechanisme doen om de slotcommunicatie op te stellen. Zodat iemand die zelf een app implementeert niet al die ingewikkelde Bluetooth-interacties hoeft te doen. Ja, en tenslotte kun je dus op die manier met een semi-willekeurige fiets aan de slag. Dat is precies toevallig de fiets die we ook op de stand hebben staan. Dus dit is eigenlijk het concept en hoe het platform high level in elkaar zit. En Bas gaat nou meer induiken op hoe we dat met een stukje continuous delivery ingericht hebben. Ja, ik wil graag wat meer vertellen over hoe we de ontwikkeling gedaan hebben, allereerst. We zijn vanuit de kern begonnen en het kern van een slot is toch wel het ontgrendelen. Daar zaten ook de meeste uitdagingen. We zijn heel bazaal begonnen door te zorgen dat je een unlock kunt doen met een smartphone, terwijl alle informatie die daarvoor nodig is, dus alle sleutels, nog in het device zitten. Nou, dat was een eerste stap. Dat is natuurlijk een versie die we niet
direct uit kunnen rollen naar productie, want er zat allerlei informatie in die we niet zomaar aan iedereen beschikbaar willen stellen. En daardoor hebben we deze alleen aan onze testers beschikbaar gesteld. Op deze manier konden we snel feedback verzamelen, hebben de uitdagingen die bij het slot komen kijken, hebben we meteen kunnen tackelen en toch meteen de belangrijkste functionaliteit om te kunnen testen. Nou, daarna zijn we gaan kijken om overige functionaliteit in te bouwen. En het streven voor de minimale versie was een app waarmee je dus een claim kunt verkrijgen. Het slot kunt ontgrendelen. Meermaals natuurlijk. Dus de eerste keer ontgrendelen, maar ook tussentijds. En uiteindelijk moet je de claim ook weer in kunnen leveren. Nou, met dat product heb je dus eigenlijk de complete cycle te pakken. En dat is deze set aan functionaliteit wat je dan nodig hebt. Een stukje authenticatie hadden we nodig om te zorgen dat niet zomaar iedereen de app kon gaan gebruiken en fietsen kon gaan ontgrendelen. En de platform API's gebruikten we in de eerste instantie nog om de informatie te ontsluiten. Nou, we hebben uiteindelijk, toen deze set klaar was, hebben we een uitrol gedaan naar de App Store. En dit hebben we ook zo gebouwd, zodat we dit eenvoudig met één druk op de knop telkens een nieuwe versie naar de App Store kunnen releasen. Dus ook als er nieuwe aanpassingen zijn in de firmware, kunnen we daar snel op inspringen door aanpassingen te doen in onze app. En die meteen weer naar het veld te releasen, zodat ze daar ook mee kunnen testen. Ja, daarvoor hebben we wel het een en het ander op moeten zetten in onze pipeline. We hebben TFS gebruikt om onze sources op te slaan. De sources van onze backend in dit geval die staan in een Git repository. En we gebruiken hier de TFS build tasks om de code te compilen en uiteindelijk een werkende applicatie daarvan te maken. Als eerste laag hebben we een set aan unit testen. Ons streven is om 80% van de code ook af te testen met unit testen. En daarmee willen we ook voorkomen dat er foutjes insluipen als we aanpassingen doen, regressiefouten. Daarnaast hebben we ook specflow tests. Dit zijn tests die over meerdere niveaus gaan. We maken hier gebruik van feature files waarin we allerlei features beschreven hebben met verschillende scenario's. En aan die scenario's koppelen we dan ook een set aan testen. Op die manier willen we eigenlijk garanderen dat de functionaliteit ook dat het aangetoond kan worden dat die functionaliteit ook echt werkt. En het voordeel van die integratietest is ook dat die alle lagen van de applicatie raakt. In tegenstelling tot de unit test die alleen een simpele unit testen. Nou, omdat we de testing zo ingeregeld hebben, kunnen we vrij zeker zijn dat als dit allemaal groen is en goed is, dat we een goede versie hebben staan en dat we kunnen uitrollen. Dat doen we door middel van ARM templates. ARM templates kun je eigenlijk allerlei Azure resources definiëren, bijvoorbeeld een database of een storage account. En op het moment dat je dan die uitrol doet, zal hij meteen een resource groep maken met al die resources daarin. Nou, dat maakt het dus heel eenvoudig om een omgeving op te spinnen. En als je met een feature bezig bent, dan kun je dus ook door middel van één klik op de knop een nieuwe omgeving neerzetten, jouw feature daar naartoe uitrollen zonder dat anderen daar last van hebben. Ja, voor de app hebben we iets vergelijkbaars moeten doen. We hebben onze apps gebouwd met Xamarin. Ik denk dat de meesten wel bekend zijn met Xamarin. We werken hier ook in TFS in een Git repository. De code die wordt gebuild op een Mac Mini, omdat we natuurlijk verplicht zijn om de Apple applicaties met een Mac te beelden. En we hebben hier een vergelijkbare setup. Dus we hebben hier ook unit testen om te garanderen dat onze code blijft werken. We hebben Xamarin Test Cloud ingezet om device coverage te kunnen bereiken. Dus we hebben zelf wel een beperkte set aan devices om op te testen. Maar zoals de meesten wel weten, ja, op Android heb je heel veel verschillende toestellen. Het is bijna niet te doen om daar alles op te testen. Dus dat hebben we geautomatiseerd door middel van Test Cloud. En de uitrol naar onze testers, zoals ik zojuist al vertelde, dat doen we door middel van Hockey App. Onze testers kunnen daar eenvoudig de app downloaden als een soort van in-house app store. En daarin zit ook een stukje crash reporting. Dus als er een crash optreedt, krijgen wij daar al informatie uit. En kunnen wij zien wat er fout is gegaan.
als laatste stap in ons proces hebben we nog een stukje release naar de Play Store en de App Store. Dit kan ook in TFS geautomatiseerd door één druk op de knop. En dit maakt het voor ons heel eenvoudig om ook snel apps te releasen. Dan heb je snel een app om te releasen en je hebt een backend die je heel makkelijk snel kunt releasen. Maar het is ook wel handig als die twee met elkaar kunnen communiceren. En wat we eigenlijk willen voorkomen is dat we source code moeten aanpassen om naar een specifieke omgeving te wijzen. Om de combinatie van die twee te kunnen testen. En wat we gedaan hebben is, als je hier bijvoorbeeld met een feature branch aan het ontwikkelen bent. En je wil die testen met de app. We hebben Auth0 als identity provider gebruikt. En in Auth0 heb je de mogelijkheid om allerlei rules te implementeren. En ik zal er niet te ver op ingaan, maar met rules kun je extra informatie toevoegen aan de informatie die terugkomt bij een login bijvoorbeeld. Nou, wat er dan gebeurt is de app, daar logt de gebruiker in. Die stuurt een verzoek naar Auth0. Auth0 gaat kijken bij die gebruiker welke omgeving hoort daarbij. En in dit geval waar we een feature branch willen testen, zouden we dus bij die gebruiker neerzetten van die wil met die omgeving praten. En die informatie komt terug in de app en daardoor weet de app met welke omgeving hij kan communiceren. Nou, dit maakt het super flexibel om met een willekeurige omgeving te testen vanuit de app. Dus we zouden een vlaggetje om kunnen zetten en dan communiceert de app met een andere omgeving. Dat was even kort over hoe wij continuous delivery ingevuld hebben. Ik wil nu graag wat meer over het slot gaan vertellen. Dat is de vraag is hoe de firmware in de sloten komt als er een nieuwe versie is. Dat doen wij niet, dat is een andere partij die dat doet. En die haalt het slot open en die kunnen dan dingen aansluiten op het slot om daar een nieuwe firmware op te laden. Sorry? Ja. Ja, op dit moment nog wel. Er zijn wel plannen zeg maar, om dat op een gegeven moment ook over de air mogelijk te maken of via Bluetooth. Maar er zitten natuurlijk ook nog wel wat security implicaties aan. Dus dat hebben we bewust nog even met z'n allen laten zitten. Eerst maar eens dit regelen. Ja, dus dit is het slot. Het is een vrij zware jongen, zoals Raymond al zei. Het slot werkt op basis van Bluetooth met onze devices. En op dit moment zijn er drie versies in het spel. Slot 1.0, dat was de allereerste versie die we kregen. Slot 1.5 is dit slot. En de 2.0 versie is een nieuwe versie die momenteel in productie is. En je ziet ook dat hier aan de bovenkant een softhead zit. En die softhead die kunnen ze vervangen met andere sensoren. Dus we hebben daar de mogelijkheid om afhankelijk van de situatie van de klant, om daar andere sensoren in te plaatsen. Er zijn ook verschillende soorten firmware, zoals al opgevallen was. En het belangrijkste verschil in die firmware is de functionaliteit die het biedt voor ons en de informatie die het uitzendt. Bij de eerste versie hadden we een hele beperkte set aan informatie die eruit kwam. We konden bijvoorbeeld alleen zien welk slot het was. Bij de volgende versie kregen we al meer informatie. We kregen bijvoorbeeld ook welk slot het was en wat de status van het slot is. En daardoor kunnen we in de app, zonder een verbinding op te zetten, kunnen we al zien van, hey, is het slot beschikbaar of niet. Kunnen we er gebruik van maken. Daardoor werkt het allemaal net iets sneller en net iets efficiënter. En die payload die zal blijven veranderen en dat doen we in overleg met de firmwarefabrikant. Dan heb ik een klein filmpje van hoe dat eruit ziet. Je ziet hier de app, het is wel een oudere versie. En de kleur van de knop die geeft eigenlijk aan of het slot open is of dicht is. De eerste keer duurt iets langer omdat we een connectie met het slot op moeten zetten. En de vervolgpogingen zullen telkens steeds sneller gaan omdat we de verbinding al opgezet hebben en we enkel nog het commando moeten sturen. Ja, wat we daar ook doen is, zoals Bas net al aangaf, we maken eigenlijk gebruik van twee mechanismes. Aan de ene kant de advertisement mode, zoals dat dan heet binnen Bluetooth, wat ook bij iBeacons en dat soort zaken wordt gebruikt. Daarmee halen we eigenlijk de informatie naar binnen zonder dat we hoeven te connecten.
En als we dan weten welk slot we willen hebben, dan gaan we daar echt een verbinding mee opzetten. Een hele security exchange doen om ook een beveiligde verbinding te hebben. En dan kunnen we eigenlijk pas commando's sturen. En in die allereerste versie van het slot was je dus min of meer verplicht om eigenlijk met alle sloten in de buurt eerst helemaal een verbinding op te zetten om daar informatie uit te kunnen krijgen. Wat natuurlijk echt een wat mindere user experience was. Dus wat dat betreft heeft die firmware update daar wel in geholpen. Ja, zeker. Ja, hoewel het in dit filmpje allemaal vrij soepel verliep, zijn er natuurlijk ook wel scenario's waarbij het iets lastiger is en iets minder goed werkt. Een voorbeeld daarvan is fietsen die in de kelder staan. We hebben in Nederland ook steeds meer fietskelders. En in zo'n kelder heb je natuurlijk minder bereik. Dus internetcommunicatie wordt lastig. En we hebben alle informatie voor de sloten leveren bij ons op de server. Dus daar hebben we wel een uitdaging die we moeten tackelen. We hebben dat momenteel opgelost door die informatie in fases op te halen. Dus je zou naar een internetverbinding kunnen lopen om daar de sleutel van het slot op te halen. En die pas later te gaan werkelijk gaan gebruiken als je bijvoorbeeld in zo'n kelder bent. Daarnaast hebben we gezien dat er best wel mensen zijn die wat exotische toestellen hebben. Nou, dit is wel een heel exotisch toestel, maar het geeft wel aan hoe, wat voor een verschil het kan zijn. En wat we dan vaak zien is vooral de Bluetooth laag die dan anders omgaat met het slot en waar we wat gek gedrag uit krijgen. Nou, een fout die we ook wel veel voor zien komen is dat er iets misgaat in de administratie. Het kan zo zijn dat de sleutel die bij het slot hoort bijvoorbeeld niet goed vastgelegd is in ons systeem, waardoor het slot niet opent als een gebruiker bij het slot staat. En uiteindelijk, ja, als een van deze situaties optreedt, of een andere situatie, dan wil je niet dat een gebruiker alternatieve manieren gaat bedenken om het slot open te krijgen. Dus we hebben daar zelf iets voor moeten bedenken en we hebben logging geïntroduceerd. Eigenlijk bij elk proces wat we starten met het slot, houden we precies bij wat er gebeurt en welke informatie we terugkrijgen uit het slot. Ja, in de smartphone, in het toestel, hebben we iets meer informatie over de toestand van het slot. Is het geclaimd door iemand? En dat soort dingen. Uiteindelijk sturen we die informatie door naar HockeyApp. Dus het platform wat ik al eerder genoemd heb, waar we ook onze crashes zien. Maar we waren er al snel achter dat de informatie daar en de dashboarding daar te beperkt was voor ons om echt goed te kunnen zien wat er met de sloten mis was. En om daar echt zinvolle informatie uit te krijgen. Dus we hebben het nog wat verder getrokken en we hebben een koppeling gemaakt vanuit HockeyApp naar Application Insights. Het is redelijk eenvoudig op te zetten. Met een paar klikken in Azure en een paar klikken in HockeyApp kun je de twee koppelen. En eigenlijk alle informatie die dan in HockeyApp binnenkomt, wordt ook doorgestuurd naar Application Insights. Ja, dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dit is een query van één slot. Het zijn alle events die voor een slot zijn binnengekomen. En zoals je ziet komen er allerlei notificaties uit het slot. Zijn er een aantal commando's succesvol verstuurd. Misschien de meest interessante is nog wel deze. Hier is een unlock poging geweest die niet succesvol was. En als een gebruiker dus naar ons toe komt en die zegt van hey, ik krijg het slot niet open, wat is er in de hand? Dan zouden we op dit soort regels kunnen gaan zoeken. Nou, we kunnen zo'n regel dan verder openklappen en dan zien we allerlei informatie over het toestel waar dit op gebeurd is. We kunnen bijvoorbeeld zien dat het een Nexus 5 is geweest, dat die Android 7.1 had, 7.1.2, dat die in Nederland was. Nou, allerlei interessante informatie. En we kunnen daar ook zelf informatie aan toevoegen. Dat zijn de custom dimensions die je daarboven ziet. En dit zijn eigenlijk de logregels die ik zojuist noemde. En als we die weer verder uitklappen, dan zie je hier echt stap voor stap welke acties er geweest zijn met het slot. Waardoor wij het makkelijk kunnen reproduceren. En ja, als een gebruiker zegt van ik krijg mijn slot niet open, dan kunnen we hieruit afleiden wat er precies gebeurd is. En ja, hoe we het kunnen oplossen mogelijk. Je ziet hier bijvoorbeeld dat het device gevonden is waar hij mee wil verbinden. Uiteindelijk is er zelfs succesvol een verbinding gemaakt. En hieronder wordt een commando gemaakt en verstuurd naar het toestel. Uiteindelijk is het mislukt omdat er geen timestamp opgehaald kon worden. Dat is een vrij technisch dingetje en ik zal er niet te veel over vertellen verder. Maar hierdoor weten wij precies waar het mis is gegaan en kunnen we snel daar een oplossing voor zoeken. Ja, deze informatie is natuurlijk ook waardevol om wat statistieken op te kunnen
zien. Ik heb hier een query die aangeeft welk slot het minst succesvol was. En dan zie je hier bovenaan het slot dat totaal 4 keer geunlocked is met een succesrate van 25%. Dit is interessante informatie voor de business. En ook voor ons, want als er een slot is dat heel vaak fouten geeft, dan kunnen wij juist met dat slot meer gaan testen om te kijken wat er dan precies misgaat. En hoe we dat op kunnen lossen en voorkomen. Nou, dit is een andere set aan data. Hier krijgen we allerlei fouten te zien die opgetreden zijn. En wat in Application Insights wel cool is, is dat je heel eenvoudig een grafiek kunt maken. Dus om dingen wat beter te visualiseren, kun je met een simpele klik op dat tapje kun je al een diagram tonen. Je kunt ook andere diagrammen tonen of grafieken. Nou, een aantal van de uitdagingen en problemen die we gezien hebben bij een slot en bij een echt hardware object, is dat we oxidatie hebben gehad. De accu die in dit slot zit, die gaat na een tijdje, als hij niet gebruikt wordt, gaat hij een beetje oxideren, waardoor er een klein laagje op de accu ontstaat. En dit heeft als gevolg dat de accu niet meer genoeg spanning kan leveren om de pin eruit te stoten. Ja, dat is een vervelend probleem. Uiteindelijk hebben we een oplossing gevonden door 5 keer achter elkaar heel snel een commando te sturen naar het slot. Hierdoor werd de accu weer in gang gezet en werd het laagje langzaam verwijderd. We hebben gezien dat de sloten die zenden advertisement uit om zichzelf bekend te maken. En na het ontvangen van advertisement wil je een verbinding maken. We hebben gezien in de praktijk dat de afstand van een advertisement vrij groot is. Maar de afstand waarmee je echt een verbinding kunt maken, dat die veel kleiner is. Dus je hebt soms een advertisement die tot op 20 meter reikt. Maar je kunt maar tot 10 meter bijvoorbeeld een connectie maken. Dat brengt natuurlijk ook wat uitdagingen met zich mee. Een hele simpele is ja, verkeerd gemonteerd. We hebben in de praktijk gezien dat het slot gemonteerd was, zodat de pin net tegen de velg aan zat. Waardoor het slot niet genoeg kracht had om de pin eruit te stoten. We hebben gezien dat door met de scanmode van Bluetooth te spelen, dat we betere resultaten kregen. Je hebt op Android de mogelijkheid om daar verschillende scanmodes te kiezen. En uiteindelijk, Raymond vertelde al dat het slot in principe 3 jaar mee moet gaan. Dit heeft als gevolg dat hij wel heel energiezuinig werkt. En een van de dingen die je daarbij komt kijken is dat zodra je een verbinding hebt met het slot, en je doet een tijdje niets, dan verbreekt het slot automatisch de verbinding. En dit zorgt ervoor dat je daar ook rekening mee moet houden in de app. Dan wil ik het graag weer overdragen aan Raymond. Die gaat nog wat andere uitdagingen toelichten. Ja, dankjewel. Ja, dus dat zijn sowieso al een aantal dingen waar je tegenaan loopt. Gewoon puur omdat je natuurlijk met Bluetooth communicatie te maken hebt. En ja, dat is... Ja, zijn we niet zo gewend, zal ik maar zeggen. We zijn met z'n allen natuurlijk gewend om gewoon API's aan te roepen en 4G-verbindingen, fantastische kwaliteit. Dat je gewoon filmpjes kunt streamen en nou ja, die paar JSON-pakketjes, dat is dan allemaal niet zo spannend. Dat is een beetje de wereld waar we natuurlijk als app-programmeur in gewend zijn te leven. Alleen, nu heb je in één keer te maken met nog een extra factor, namelijk zo'n device. En op allerlei plekken kunnen dingen misgaan. En het grappige is, als je dan nadenkt over hoe je met transacties wil omgaan, dan wordt het best ingewikkeld. Helemaal in de ideale wereld doe je ergens een transactie naar een database en dan is het gewoon wel of niet gelukt. En dan weet je 100% zeker, bijvoorbeeld het standaard money transfer verhaal van dat geld is wel of niet overgemaakt en niet in een soort halve status. Maar ja, met zo'n fysiek device wordt het toch lastig, want... Hoe ga je dat nou borgen? Want je hebt dat fysieke device niet zo onder controle. Je kunt daar geen transacties op terugdraaien of zo. Ik bedoel, op het moment dat wij een unlock commando gestuurd hebben, ja, dat is een soort van fire and forget. Hij gaat wel of niet open. En ja, daarna weet je niet 100% zeker of die eigenlijk wel open is. Dus hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat lijkt eigenlijk heel erg op het standaardprobleem wat je natuurlijk hebt in gedistribueerde netwerken. Het CAP-theorema, waarschijnlijk wel bekend. Wie kent het allemaal? Oké, een aantal mensen. Dan leg ik het toch nog even iets meer uit. Wat je namelijk ziet, en daar is ook de hele basis van eventual consistency op gebaseerd. Op het moment dat je met gedistribueerde systemen te maken hebt, dan moet je ook automatisch rekening houden met wat er gebeurt
op het moment dat je even geen verbinding hebt. Hè, wat ga je dan doen? En eigenlijk wordt er gezegd van ja, je kunt dus eigenlijk nooit 100% consistentie garanderen. Want als jij beschikbaar wil zijn en de mogelijkheid wil hebben van zogenaamde partities, oftewel verbroken verbindingen, dan moet je dus wat in consistentie inleveren. En nou ja, de standaard NoSQL databases en zo, die hebben er allemaal zo hun eigen oplossingen voor. Dus daar moesten wij ook dingen voor verzinnen, maar dan in de categorie met het slot. Nou, even weer het plaatje wat we daarnet hadden. We hebben een verbinding met de API. En eigenlijk wil je graag dat je dan dus ook een API-connectie hebt. Dat is wel een belangrijke factor. Want ja, hoe krijg je anders een claim of weet je de status van je claim? Tegelijkertijd wil je eigenlijk ook graag een verbinding met het slot hebben. Hè, om die slotstatus te kunnen opvragen, om die commando's te kunnen geven. Dus die willen we ook hebben. En omdat we bijvoorbeeld bij een return ook nog eens een keer te maken hebben met een check of je wel op een valide locatie bent, moeten we ook nog eens een keer de GPS-verbinding goed voor elkaar hebben. Dus eigenlijk zijn dat drie factoren die allemaal waar moeten zijn. En nou ja, in de ideale wereld waar we allemaal graag in leven, is dat allemaal waar. En in ons MVP, zeg maar, was dat ook allemaal waar. En dan werkte het allemaal perfect. Maar vervolgens kregen we toch vanuit de praktijk te horen van ja, we krijgen het slot niet open. Hoe zit dat nou? Nou, uiteindelijk blijkt het dan bijvoorbeeld te liggen aan het feit dat wij in Nederland heel erg gewend zijn dat we overal 4G-verbinding hebben. Maar dat in Duitsland dat er helemaal niet zo'n gegeven is. Sterker nog, we kregen op een gegeven moment meldingen waar een van de mensen uit Duitsland zei van ja, ik zie hier een eetje op mijn telefoon. Nou, voor de ancient people onder ons, dat is Edge, GPRS Edge. Net één niveautje beter als GPRS, dus echt behoorlijk slechte bandbreedte. En dat betekent dus dat zij in één keer de noodzaak hadden om de mogelijkheid te hebben om te zeggen van ik ben bij een fiets, ik identificeer de fiets en het slot. Daarna loop ik naar een plek fysiek waar ik wel internet heb. Of ik loop zelfs een café binnen met wifi of zo. Dan kan ik daar even mijn sleutel ophalen. En daarna wil ik eigenlijk weer offline met die sleutel naar de fiets kunnen teruglopen. En de boel van slot zetten. Nou, dat was typisch zo'n scenario waar we van tevoren eigenlijk niet direct over hadden nagedacht. En nou ja, inmiddels hebben we dat opgelost. Want ja, we moeten dus eigenlijk rekening houden met het feit dat al die drie verbindingen natuurlijk gewoon er niet kunnen zijn in elke mogelijke combinatie van die verbindingen. Betekent ook dat we aan de API-kant ervoor hebben gezorgd dat er allerlei buffering plaatsvindt. Dus we zorgen er altijd voor dat de app eigenlijk de laatst bekende toestand weet. En dat hij die ook een tijdje vasthoudt. Dus als hij het slot even niet ziet, dan is het niet per se erg. Maar als het langer dan x seconden is, dan zeggen we van nou, dan zal die wel uit de buurt zijn. Maar het kan ook zijn dat hij weer terugkomt. Hè. In zo'n wegloopscenario en weer terugkomen, moet je er dus ook weer rekening mee houden dat je wel weer in range kunt komen. Dat levert allemaal best wel wat complexiteit op. Dat betekende ook dat we veel duidelijkere feedback naar de gebruiker moesten geven. In de eerste versie van onze app was het zo, je drukt op de knop en dan gebeurde er een hele hoop magic op de achtergrond. En dan ging het slot wel of niet open. Maar als het dan fout ging, dan wist de gebruiker eigenlijk niet wat er dan aan de hand was. Dus daarom hebben we recent wat nieuwe schermen tussen geïntroduceerd, waar eigenlijk netjes in een soort checklistje afgevinkt wordt van we moeten de sleutel ophalen, we moeten een verbinding opzetten, we moeten kijken of de sleutel past. En dat de gebruiker ook meteen weet, als er iets aan de hand is, wat hij zelf moet doen om het probleem op te lossen. En dat hij niet hoeft te gaan bellen naar de tenant van het slot werkt niet, hoe ga ik dit oplossen. Dus eigenlijk allemaal maatregelen om te gaan met die onzekerheid. En een andere manier waarop we daar ook mee omgaan is dat we zeggen van ja, we moeten ook niet altijd vertrouwen op de mening van één ding, zal ik maar zeggen. Dus als één app zegt wat de positie van een fiets is, dan wil dat nog niet zeggen dat we dat 100% vertrouwen. Maar we willen eigenlijk bevestigingen hebben vanuit andere bronnen. Ja, dus als nou iemand anders ook met zijn app langskomt en ook een slot wil openmaken, dan scannen we meteen even de rest van de sloten in de buurt en geven daar ook de positie van door. Zodat we op een gegeven moment eigenlijk een grote dataverzameling hebben. En dan kunnen bepalen van, oké, welke gegevens kloppen nu wel en niet. Hè, wat is het meest recent? Dus dat je uit een soort moment van, ja, toch min of meer fuzzy matching uiteindelijk moet bepalen waar het ding echt leeft. Een ander ding wat we nog willen gaan toevoegen in de toekomst, is dat we ook de mogelijkheid hebben om op een inleverlocatie echt een fysiek device te plaatsen. Zodat je daar in ieder geval een vertrouwde bron hebt die kan rapporteren of die fiets daar ook wel daadwerkelijk is. Want wat gebeurt er als iemand zijn GPS-locatie gaat zitten manipuleren of zo? Hè? Je kunt natuurlijk als developer op een toestel kun je allerlei leuke dingen verzinnen.
Nou, en tenslotte, wat ook nog wel een hele belangrijke lessons learned is, dat uiteindelijk moet je ook niet proberen slimmer te zijn als, laten we zeggen, de werkelijkheid. We hadden op een gegeven moment een versie van de firmware en die zei simpelweg van, als ik vind dat het slot al open is en ik krijg een open commando, dan ga ik het slot niet meer openmaken, want dan is het al open. En dat is op zich, puur functioneel gericht, helemaal valide. Alleen als je in sommige situaties terechtkomt waarin de firmware denkt dat het slot dicht is of open is, maar fysiek is die nog dicht, ja, dan is het toch wel erg vervelend dat je tegen die gebruiker zegt van, nee, we maken hem niet open, want hij is al open. Het is gewoon niet zo. Dus wat dat betreft moet je soms toch maar even erop vertrouwen wat de gebruiker zegt over de fysieke toestand van zo'n device. En kun je gewoon niet 100% op de IT vertrouwen. Dat is denk ik nog wel een van de belangrijkste dingen. We zijn altijd gewend van datgene wat de computer zegt is waar. En we willen dus eigenlijk hier het computer says no scenario voorkomen. Nou, dan nog even wat kort over de Bluetooth communicatie. We maken gebruik van een Bluetooth Low Energy Library die ook op Xamarin beschikbaar is. En die heeft eigenlijk twee concepten. Je hebt een adapter, dat is dus je telefoon. En je hebt een device, in dit geval het slot, maar dat kan met elk Bluetooth device. En vervolgens zit in de Bluetooth spec het concept van verschillende services. Die worden geïdentificeerd door een GUID. En zo hebben we dus bijvoorbeeld een lock service, maar we hebben ook een battery service. En op die manier kunnen we allerlei gegevens gaan uitvragen. En binnen zo'n service heb je nog weer het concept van zogenaamde characteristics. En elke characteristic is voor een apart soort gegeven of een bepaald soort opdracht. En die hebben dan weer het kenmerk dat je of alleen kunt lezen, of kunt schrijven, of beide, ja, dat kun je allemaal instellen. Of dat hij een notificatiemechanisme ondersteunt, waar eigenlijk je een soort van push-notificaties ook vanuit het device kunt terugkrijgen. Dus een van de dingen die we doen, is we sturen een unlock-commando, maar voor die tijd abonneren we ons op de status-updates die uit het slot komen via zo'n notify. En daardoor kunnen wij achterhalen dat als die unlock gebeurt, dat die ook daadwerkelijk open is gegaan, omdat dat slot weer via zo'n notify dat rapporteert. Alleen, ja, dat is wel lastig, want we hadden het al over testen in de cloud, testen met beeldservice en zo. Hartstikke leuk, maar hoe gaan we ons slot uploaden naar Xamarin Test Cloud? Wordt een beetje lastig. Hoe runnen we dat ergens in ons virtuele datacenter? Dus wat we uiteindelijk toch maar hebben gedaan, is gezegd van ja, we moeten daar een abstractie achter leggen. Sowieso hadden we er al voor gekozen in onze architectuur om niet vanuit de app direct zeg maar tegen allerlei Bluetooth libraries aan te kletsen, maar een zogenaamde lock connector daartussen te zetten. Eigenlijk als een stukje digitale code die zichzelf voordoet als het slot, de status kan rapporteren, commandos kan accepteren en alle ingewikkelde Bluetooth internals die zitten allemaal daarin verstopt. Het lijkt eigenlijk een beetje op het concept wat ze tegenwoordig ook wel digital twin noemen binnen IoT-land, om eigenlijk altijd een parallel object te hebben, wat de interactie met het device veel makkelijker maakt. Nou, op het moment dat je dat hebt, dan kun je dus ook heel makkelijk een fake device erachter zetten. Dus wat we uiteindelijk hebben gedaan, is eigenlijk gewoon diezelfde Bluetooth library gepakt, alle interfaces die erin zitten en al die characteristics met een fake implementatie, die functioneel precies wel het gedrag oplevert wat het echte slot ook doet, zodat we wel de hele app, inclusief alle Bluetooth-communicatie, encryptie en alle gedoe zeg maar, die daar overheen zit, netjes kunnen testen, maar dan wel zonder dat we dat echte slot nodig hebben. Nou, dan hebben we de meeste problemen opgelost. We hebben er ook voor gezorgd dat dit juist een stukje tussenlaag is wat al de communicatie abstraheert. En vervolgens hebben we daarbinnen weer een vrij simpele lock simulator, die eigenlijk niks anders doet als, hey, ik krijg een unlock commando, laat ik een paar seconden wachten en dan geef ik die status terug en dan die status en dan die status. En dan ja, reageert hij eigenlijk best zoals in het echt dat ook is. Dat wordt weer ingepakt via dat hele characteristics mechanisme en uiteindelijk de lock connector krijgt precies dezelfde informatie terug zoals hij dat ook met het echte slot zou krijgen. Zijn we er dan helemaal? Nee, eigenlijk nog niet. En dat is nog een stukje future improvement. Wat we eigenlijk heel graag zouden willen, is nog een stapje verder gaan om namelijk ook echt de Bluetooth communicatie, in ieder geval op iOS en Android, met een paar devices te kunnen testen. Alleen ja, dan zit je met dat fysieke slot. En het vervelende is, als dat ding eenmaal open gaat, dat gaat automatisch. Maar het dichtdoen moet je fysiek doen. Dus of we moeten een robotarm gaan programmeren om dat ding elke keer dicht te drukken als onderdeel van de automatische test. Misschien niet het meest kostenefficiënt, maar er is ook een andere oplossing. Namelijk om het slot
nog een niveautje dieper te simuleren. Dus dat is het idee waar we mee spelen, om te zeggen, we hebben een beeldserver, we hangen daar een aantal fysieke devices aan met USB. En vervolgens hangen we daar ook een bordje aan, een debugbordje eigenlijk voor de firmware, waar je de firmware op kunt draaien. Vervolgens kun je dat ding ook met USB knopen. Je kunt daar commando's overheen geven en je kunt daar ook wel weer informatie uithalen. En dan kunnen we dus eigenlijk het gedrag van het echte slot simuleren, maar ook nog eens een keer met het element Bluetooth communicatie erbij. Dus ja, helaas hebben we die nog niet, maar ja, zien we wel als belangrijke factor om nog meer betrouwbaarheid te kunnen genereren. Ik zie dat we inmiddels aardig aan de tijd zijn. Gelukkig zijn we ook redelijk aan het eind van het verhaal. We hebben nog wat dat betreft veel meer te vertellen. 3 kwartier is best kort. Dus als jullie nog meer willen weten over de internals, kom vooral naar onze stand. We zijn hier zo meteen natuurlijk ook nog even. Kunnen we uitgebreide toelichting geven. Misschien ook nog wat internals van de code en dergelijke laten zien. Dus ik weet niet of er voor nu nog vragen zijn. Windows Phone, ja. Wat zal ik daar eens over zeggen? Onze klant zag dat niet als het belangrijkste marktsegment. Laat ik het politiek verwoorden. Oké, dank jullie wel. We blijven hier nog wel even voor vragen.